Universiteit van Nederland. Een steen, je doet het in een apparaat, je drukt op een knopje, het apparaat begint te lopen en op een gegeven moment zegt die steen, klabam! En dat is gewoon een mooi moment. Stenen breken om te onderzoeken of je veilig CO2 kan opslaan onder de grond. Dat is hard nodig om de hoeveelheid CO2 in de lucht te verminderen. Toch zijn er veel zorgen rondom deze oplossing. Er zijn twee dingen waar mensen heel bang voor zijn. Ten eerste aardbevingen. En ten tweede dat die CO2 niet blijft zitten waar die zit. Dus dat de CO2 ontsnapt en gaat lekken. CO2 opslaan onder de grond is niet nieuw. In 2010 was er een compleet plan om CO2 op te slaan onder Barendrecht. Dat zorgde voor groot protest onder bewoners. Zij zijn eigenlijk heel erg bang dat er op een gegeven moment toch een keer iets misgaat. Ze zeggen wel van, de kans is heel klein, maar ja, het zal maar net gebeuren. Ik zie dan de kinderen op het schoolplein spelen en dan heb ik al visioenen van kindertjes die daar plat neervallen. Het plan in Barendrecht ging van tafel door die enorme angst van bewoners. Ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Technisch gezien was het heel goed mogelijk, is het heel goed mogelijk om CO2 op te slaan. Maar dat neemt niet weg dat het een heel nieuw project is en dat het daarom natuurlijk heel spannend is. En het is veel slimmer om een nieuw project ergens te beginnen onder de zee waar er minder mensen last van hebben. In 2026 gaat het gebeuren. Dan wordt CO2 in een steenlaag onder de Noordzee gepompt. Maar kan de bodem dat wel aan? Krijgen we geen aardbevingen waar de bewoners van Barendrecht in 2010 bang voor waren? Om daar achter te komen is de Universiteit van Nederland vandaag op bezoek in het lab van geoloog Anne Pluimakers van de TU Delft. Anne gaat als een ware stenen detective te werk om te onderzoeken hoe sterk de steenlaag onder de Noordzee is. En hoe je daar veilig CO2 in kan stoppen. Nou, een van de dingen, en dat is ook waar dit mooie lab natuurlijk voor is, is om te kijken hoe sterk stenen zijn. Want die CO2 gaat naar beneden met een bepaalde druk. En je wil natuurlijk niet dat die druk zo ver opgevoerd wordt in dat gesteente, dat dat gesteente gaat barsten en kapot gaat. En daardoor dus er een ontsnappingsmogelijkheid komt. Laten we eerst nog even terug naar het begin. Waarom is het zo belangrijk om CO2 op te slaan? Het klimaat warmt op, het weer wordt extremer daardoor. En dat komt onder andere doordat er te veel CO2 in de lucht zit en ook steeds meer CO2 in de lucht komt. Waardoor de warmte van de aarde als het ware blijft hangen. Om die redenen zijn we bezig met een omslag naar duurzame vormen van energie. Maar dat gaat nog niet zo snel. En dus zou het handig zijn als we een tussenoplossing hebben. Totdat we helemaal over zijn op duurzame energie. In plaats van in de lucht willen we dus die CO2 afvangen op plekken waar er veel wordt uitgestoten. En dat dan ondergronds opslaan, zodat het niet in de lucht zit. En waarom onder de grond en niet boven de grond? Het eerste project in Nederland wat gaat gebeuren is het Portos-project. Ze gaan enorme hoeveelheden CO2 opslaan. Ze hebben het over 2,5 miljoen ton per jaar voor 15 jaar lang. En om een vergelijking te maken, de grootste gasterminal die in Europa gebouwd is, staat in Rotterdam. Daar kan je een vliegtuig in krijgen, een passagiersvliegtuig. Daarvan zou je er 10.000 per jaar moeten bouwen om dezelfde hoeveelheid CO2 kwijt te kunnen ergens. Nou, die ruimte hebben we boven de grond niet en daarom gaan we dus onder de grond. Ja, goed punt. Om te leren hoe de CO2 de grond ingaat, pakt Anne er een grote bak bij, gevuld met verschillende lagen aarde. Daarmee legt ze uit hoe CO2 uit de Rotterdamse haven opgeslagen gaat worden. Dan kan je dus bij de rook, als het ware, wat er dus uit je energiecentrale komt, kan je de CO2 uitfilteren. En dat is de CO2 die dus afgevangen wordt, zo noemen ze dat afvangen, en dus in die pijpleidingen terechtkomt. Pijpleidingen die lopen van de Rotterdamse haven naar de Noordzee. Tientallen kilometers over de zeebodem. En dan wordt het in de ondergrond gepompt door een smalle pijp, 10, 12 centimeter. En dat gaat dan 2 tot 3 kilometer de grond in. Daar komt het niet terecht in een holle ruimte, maar de CO2 wordt opgeslagen in stenen. Het is dus juist de ruimte in de steen zelf. De ruimte die je met het blote oog niet kan zien, maar die er wel is. Onzichtbare ruimte in de steen? Leg uit. Zo'n steen die lijkt wel helemaal dicht, maar als je van heel dichtbij kijkt, dus heel erg ver inzoomt, verder dan je met een camera kan inzoomen, dan zitten er eigenlijk hele kleine gaatjes in. En een van de manieren waarop we dat kunnen zien, is door zo'n steen
in een beetje water te zetten. En dan zullen we zien dat het water langzaam omhoog kruipt de steen in. Dus zo'n steen heeft dus heel veel gaatjes waar je water of gas in kan opslaan. In zo'n soort steen, zandsteen om precies te zijn, wordt de CO2 opgeslagen onder de Noordzee. Een reservoir noemen ze dat, een gesteente met heel veel gaatjes erin, waar dus ruimte is om CO2 op te slaan. Daarboven zit een laagje klei. Klei heeft de fijne eigenschap dat er geen gaatjes in zitten. En dus zit het CO2 vast onder deze laag. Dus dat is de deksel. Mooi geologisch noemen we het reservoir, het CO2-reservoir, en de caprock, het dekselgesteente. Die constructie zorgt ervoor dat de CO2 niet kan ontsnappen. De CO2 moet blijven waar die zit. Dat is uiteindelijk puntje bij paaltje, ja. De plek waar de CO2 de grond in gaat, die wordt nauwkeurig gekozen. Zo moet er ruimte zijn voor de CO2 en moet er zo'n deksel zijn. Maar dat is niet alles. Voor CO2-opslag heb je een sterke steenlaag nodig. Omdat als je CO2 in de ondergrond pompt, wil je natuurlijk niet de ondergrond opblazen. Je wil geen scheuren of breuken creëren, waardoor je CO2 kan weglekken of je kan aardbevingen veroorzaken. En hoe kun je beter ontdekken hoe sterk een steen is dan door stenen te breken? Anne plaatst een stukje steen uit de Noordzee in een machine. En het apparaat gaat dan omhoog. Die brengt druk op de steen, kracht op de steen, totdat de steen op een gegeven moment knapt. En dan kunnen wij meten, 1, hoe die knapt en ook wanneer die knapt. Na stenen breken test Anne ook hoe goed stenen tegen temperatuurverschillen kunnen. De CO2 die over de zeebodem komt, die is een graad of 5. En vervolgens moet het dus naar 2 of 3 kilometer de diepte. In Nederland en op veel plekken in de wereld wordt het per kilometer 30 graden warmer. Dus op die 2 à 3 kilometer diepte hebben we het over zo'n 80 tot 100 graden Celsius. En die 5 graden CO2 wordt dus naar die diepte gepompt en gaat dus langzamerhand opwarmen. Dat enorme temperatuurverschil vormt een uitdaging. Als je grote temperatuurverschillen hebt, dan kunnen dingen langzaam stuk gaan. De steenlaag bijvoorbeeld, of de pijpleiding. Dat voorkomt Anne door te meten wat er gebeurt als de steen afkoelt of juist opwarmt. En dat er iets geks gebeurt bij temperatuurverschillen, dat kun je ook horen. We hebben een oven met steentjes erin. En die steentjes gaan we zo meteen uit de oven halen en in deze bak met water laten vallen. Voor het onderzoek gaat het niet om het geluid, maar om het effect als je de steen telkens opnieuw opwarmt. Dan creëer je dus kleine barstjes in de steen. En dan kan je dus onderzoeken wat nou als er barstjes in een steen komen. Wat doet dat dan met de sterkte, de mechanische eigenschappen, de doorlaatbaarheid enzovoort. Ook weer om te voorkomen dat aardbevingen ontstaan of CO2 kan weglekken. In het lab testen ze niet 1 klein stukje uit de zeebodem, maar talloze kleine stukjes. Alleen dan kun je een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de ondergrond. Je moet weten hoe groot die verschillen zijn tussen de verschillende stukken van zo'n reservoir. Voor het project dat in 2026 van start gaat in de Noordzee begrijpen onderzoekers heel goed hoe de ondergrond gaat reageren op CO2. Maar dat is wel een vrij eenvoudige locatie met ideale omstandigheden. We hebben het nu over 1 project, wat wel een enorme hoeveelheid kan opslaan. Maar nog steeds is dat een fractie van wat er nodig is, wat er uit de lucht gehaald moet worden om ons naar CO2 neutraal te brengen. Dan moeten we nog op zoveel andere plekken CO2 gaan opslaan. En we proberen dus nu alvast onderzoek te doen, zodat over 5 jaar of over 10 jaar je ook een project kan doen in een locatie dat minder ideale omstandigheden heeft. Tot het op een dag niet meer nodig is, omdat we niet meer zoveel CO2 uitstoten. Het is namelijk niet een excuus om maar door te blijven gaan met vervuilen. Maar ja, dan heb je enorme gebieden vol met CO2. Blijft dat daar dan zitten? Een van de dingen die natuurlijk mooi is aan CO2 opslaan, is als je nou over 60 jaar een proces bedenkt waarbij je grote hoeveelheden CO2 nodig hebt, en je hebt dat dus in 2026 opgeslagen onder de Noordzee, dat je dus dan opnieuw een gat zou kunnen boren en dat dan weer eruit zou kunnen halen. Want nu zien we het als afvalstof, maar dat is over 30 of 40 jaar. Misschien is het een grondstof. Dat weet je nooit. Een van de dingen waar mensen naar aan het kijken zijn, is of je CO2 opnieuw kan laten reageren zodat het weer gas wordt, methaangas.
staat echt nog heel erg in de kinderschoenen, maar je weet het nooit. Want dan zou je een volledig circulair proces kunnen ontwikkelen. Dat zou mooi zijn. Dan kunnen we al die CO2 weer hergebruiken. Maar ja, zover is het helaas nog lang niet. Voor nu moet die CO2 eerst nog de grond in. Dankjewel Anne voor deze uitleg. Wij begrijpen nu iets beter hoe CO2 wordt opgeslagen en hoe het ook veilig kan. En jij, tot de volgende!